Na 6 maanden helaas nog altijd in Beervelde, waar ik ben opgegroeid. En dat zien ze hier in Beervelde vooral aan de Amerikaanse vlag die uithangt. Dat is een teken dat ik terug in België ben. En de witte handdoek is helaas een teken dat de coronacrisis nog steeds niet voorbij is. Maar I'm still living the American dream. Opgeven staat er nog niet in de woordenboek, nog lang niet. Er zijn voordelen aan België, but there's no place like New York. Stars spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of me. New York, New York. De tweelingbroer van William en zijn vriendin hebben ons net uitgenodigd om mee op een helikoptervlucht te gaan rond Manhattan. En ik heb er super veel zin in. Binnen een paar minuten denk ik dat ons vlucht gaat beginnen. Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Ik ga nu Brent bellen, maat van mij is nu 3 weken naar New York en Ohio geweest om zijn familie en vrienden daar te bezoeken. En ik wil eens luisteren of het voor mij al de moeite is en in welke mate New York veranderd is op 6 maanden tijd. Hello. Hello, Mr. American. Hello, Mr. Belgian. Zeg mij nu een keer, hoe is New York veranderd? The city that never sleeps, forget it. Dat is momenteel althans niet meer de stad die dat iedereen kent. De bars sluiten, de restaurants sluiten, de metro gaat dicht, waar ik mezelf één keer serieus aan mispakt heb. Wat denk je dat ik moet doen? Zolang je daar geen job hebt op het moment, ja. Het is ook duur geworden, want er zijn heel veel bars en restaurants die nu coronataxen aanrekenen. Dus je hebt al de staatstax, de stadtax en nu de coronatax. Dus wow. Can't anybody see? Did you have a good time? Oh, great, man! Amazing! Great! I'm taking off the flotation device. Okay. Thankfully, we didn't need to use it. That was so cool! De kogel is door de kerk. Ik vertrek in januari terug naar New York. Ik wil ook mijn eigen film produceren en ontwikkelen volgend jaar in New York. Dus ik moet gewoon mensen kunnen zien daar. Dus ik vlieg terug na 10 maanden in België. Ik ga de grootouders, familie en vrienden missen. Maar ik heb New York ook echt veel te lang gemist. Dus here we come. Net een meeting met een advisor gehad en eigenlijk 60% van onze tijd verspild om een van onze 3 founders te overtuigen. Ik wil eigenlijk niet verder met die persoon, met die co-founder. Dus hij is een beetje overbodig. En je hebt eigenlijk niet de bandbreedte, bij wijze van spreken, met een start-up om mensen te hebben die echt overbodig zijn. Hij brengt niet genoeg bij. Als Belg zeker is dat ontzettend frustrerend om mee te werken. En ik zit nu aan het gevoel, ik weet niet of je dat gevoel kennen, maar als je het ooit moet uitmaken met iemand en je weet dat het niet gaat lukken, dan is het beter om het snel gedaan te hebben eigenlijk. Stuur de opname alsjeblieft. Zijn er 3, shot 1, take 3. Actie. Dit jaar is er in Vlaanderen een groep opgericht met jonge, ambitieuze acteurs. Nief Collectief. En helaas kon ik daar niet mee aansluiten omdat ik terug verhuis naar New York. En dat is nogal moeilijk op die afstand. Maar ze hebben mij wel gevraagd om een eerste project, een kortfilmproject, te produceren. En aangezien ik zelf in New York volgend jaar een project uit de grond wil stampen, een filmproject, is dat een ideale ervaring om ook eens langs de crewkant te staan. Wil jij nu stoppen met mij te doen, dan is dat kerk genoeg! Dus we gaan Kevin ontslaan.
Hij is eigenlijk president van het bedrijf, dus we moeten zien dat hij ons niet kan ontslaan. Om zeker te zijn, moeten we eigenlijk ondertekenen dat we als stockholders hem willen ontslaan. Dus in principe kan Kevin ons dan niet meer ontslaan, want wij kunnen aantonen van hey, maar Kevin, wij hebben eigenlijk deze beslissing al genomen voordat je ons ontslagen hebt. De board zijn eigenlijk de bazen van de CEO en die kunnen de CEO ontslaan. Dus wij gaan als bazen, als board, gaan wij eigenlijk de CEO ontslaan. Het is er. We voelen het. Nee, vriend, ze zijn oké. Okay. Yo. Zie je het nog zitten allemaal? Ja. We willen die film ook opsturen naar filmfestivals. En ja, zien waar we uitkomen. Voor mijn visum zou dat ook goed zijn als die film ver geraakt. Dus, fingers crossed. And let's all break a leg or something. Gesprek. Hij wou eigenlijk niet veel zeggen tijdens het gesprek zelf. Ze heeft even tijd nodig. Soms moet je harde beslissingen maken die niet altijd even leuk zijn voor iedereen. Maar kijk, hopelijk komen we dit snel te boven en dan kunnen we er weer tegenaan vliegen. En ik denk dat het beter gaat zijn zo. Ik ben er redelijk zeker van. Dank iedereen, goed gewerkt!